hoe heet die troep nou? Even kijken. Ik vergeet even de naam ervan. Hoe die troep heet. Nou ja, dit er dus. Daar gaat hij mee aan de gang. Radiatorfolie. Dus ja, lieve vrienden, daar zit ze weer. Hi. En ze hebben het goed gedaan of niet? Zo ja. Wat moeten ze dan doen? Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Even liken. Even liken, even commenten en altijd share. Ja, en abonneren. Abonneren sowieso. Goedemiddag lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag alweer woensdag de 6e van de 4e 2022 en we leven om 13:51. Misschien ben ik niet opgemaakt, ik heb geen haarlijk niks in mijn haar. Nee, lekker verwilderd. Nou, ik heb het wel gekamd. Maar ja, mijn kapster die komt straks om 3:00. Ik denk, nou weet je wat, als het gedaan is dan poedel ik me wel weer op. Ja. En er komt straks nog een zekere Jan, die kennen jullie ook al, die, ik geloof dat het vorig jaar was, dat hij ineens een pardoes voor mijn beeld kwam in de stad. En hij heeft ook mijn poort gemaakt, de deur, dus die komt straks weer. Die mededeling gaf Karin mij daarnet, dus die gaat met hoe heet die troep nou? Even kijken. Ik vergeet even de naam ervan. Hoe die troep heet. Nou ja, dit er dus. Daar gaat hij mee aan de gang. Radiatorfolie. Mooi. Nou, ik vind dat daar. Mijn werkhand moet vallen eraf. Zo. Maar in ieder geval, daar gaat hij mee aan de gang voor mij. Ja, en dan komt mijn kapster nog, dus druk. Ik heb vanochtend mijn begeleidster afgebeld, want het ging gewoon met mijzelf niet. En ja, nog een niet al te leuk nieuws. Stefan, die komt niet meer te werken. Nee. Reden? Joost mag het weten. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het komt allemaal wel weer goed. Terzijdertijd, we wachten totdat Jan er is. Daarna ga ik met de meisjes lopen. Ja, wat moet je? Wat moet je dan? Wat moet je dan? Ah, jullie zijn gek. Zijn jullie gek doen? Rijka gek doen? Rijka gek doen, hè? Jo, Rijka gek doen. Mijn meisje. Je bent... Oh ja? En toen? Oh, is het waar? Is het echt waar? Nou, ik wist het niet hoor. Oh, nou laat jij je maar horen hoor. Ja. Wat voor dikkie. Nou oké, dat dus. Ja, waar ze het over hebben, ik weet het niet. Ik ken de hondentaal niet verstaan, nee. Maar ik weet wel wat ze wil en dat is spelen. Jij? Spelen hè, boefie. Ja, maar we gaan straks lopen. Ja. Oh, dan moet je gapen, dan moet je gaan slapen. Ja, als je moet gapen, moet je gaan slapen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Probeer ik ook gewoon te doen. En hou je fatsoen, hè. Dan doe je het pas goed. Ja, simpel. Maar in ieder geval, geniet ze en geniet ook weer lekker met ons mee. Lieve vrienden, zoals jullie zien, is mijn haar weer geknipt en gedaan. Ik weet niet of jullie dat allemaal zo zien. Ja, anders laat ik het even doen. Ja, ze zitten nog. Nog altijd, ja. Maar ook Jan, die was hier. Die ik ook al wel heb gefilmd, maar heb het liever niet dan wel. Maar daarom heb ik hem ook dan niet gepakt en ook later vergeten, want we hadden het met andere dingen druk. Ik moet me nog opmaken, maar bekijk het maar morgen weer een dag. We blijven niet lopen. Nee, toch? Nee. Nee, niet nodig.
ben nou naturel. Onnaturel. Ja, dus ja, lieve vrienden, daar zit ze weer. Hi. En ze hebben het goed gedaan of niet? Zo ja. Wat moeten ze dan doen? Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Even liken. Even liken, even commenten en altijd sharen. Ja, en abonneren. Abonneren sowieso. Ja, inderdaad. Dus ja, we gaan gewoon lekker er tegenaan. En we zitten nou even aan een bak koffie. Zometeen gaat ze weer de hort op. En dan kan ik eindelijk maar dan toch mijn meisjes even uitlaten. Want die zijn er nog niet uit geweest. Nee, alles kwam tegelijk. Maar ja, kan gebeuren. Ze zijn lief. Ze liggen lekker te slapen. En het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet zo verder van jullie dag. Maar geniet ook zeker met ons mee. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, nog steeds geen make-up op en dat doe ik ook niet meer, nee. Maar ik ben blij dat mijn haar weer lekker kort is, lekker kort gewiekt. Maar, ja, ik heb ook weer een bak koffie en er staat nog een bak koffie, want ik zit weer niet alleen. Nee, maar wel heel erg leuk. Ik was helemaal verrast en ik ben nog, ja, super blij dat ze er weer is. En dan heb ik het over niemand anders dan onze enige echte... Mario! Hoi! Hoe gaat het met jou? Het gaat goed bij mij. Niks aan het hondje. Oh, lekker. Heerlijk. Ja, ik ben zo blij dat ze er eindelijk weer is. Het heeft te lang geduurd. Maar ze is weer in ons midden. Ik had lang kunnen blijven, maar ik dacht ik ga naar huis. Ja. Ja, dus ja, dan weten jullie. Ik ben gewoon super blij dat ze eindelijk weer is. Ja, mijn lieftallige zusje. Mijn jongste zusje. Maar in ieder geval, ja, het komt allemaal wel weer goed. Laten we het hopen, hè? Ja, ja hoor, jawel. En we gaan nou lekker koffie drinken en dan gaan we straks eten klaarmaken. En wat gaan we eten? Nou, dit. Lekker, lekker, lekker. Ja. Dus ja, het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet, maar ook weer met ons mee.